van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video van Subnautica. In de vorige video hebben we gezien dat ik de Cyclops heb gemaakt. Na hard zoeken. Ja, Joris is er nu ook bij. Voor de eerste keer trouwens. Ik weet even iets van nog van niks op de hoogte. Sorry, dat gaat. Ja, ondertussen heb ik mijn Cyclops wat ingericht met meubels en een aquarium. Ja, hier staat mijn Seamoth geparkeerd. Ik heb ook allemaal een koffiezetapparaat. Dat de fabricator, dat is toch het belangrijkste. Anders moet ik eten gaan koken in mijn kutbasis. We gaan een aantal dingen doen vandaag. We gaan die locatie, allez, we gaan daar naartoe. Het gaat gevaarlijk zijn, dat weet ik nu al. We gaan naar het schip. En is naar het eiland. Daar ben ik trouwens buiten de opname geweest. En ik heb een. Waar heb ik ze gestoken? Ik heb diamanten gevonden en al. Die zijn dus vooral te vinden daar. Verder heb ik op de bodem een scankamer gemaakt en een duikklok. Die duikklok dient waarschijnlijk voor de Seamoth om hem te upgraden, maar ik heb er dus stroom voor nodig en lucht. Maar ik heb geen idee hoe dat gaat moeten, want kijk, zoals je ziet is er op dit moment nog geen lucht hier. Mijn zuurstof gaat nog op. Ik heb hier een hele slang met luchtpijpen naar beneden gebouwd, maar geen idee of ik het hier aan kan verbinden. Ik vrees van niet. Maar ja, ik zal maar rap terug naar boven gaan, zobiet verzaap ik. Dus we gaan de eerste optie uitkiezen. Ik zal zeggen dat we met het gemakkelijkste gaan beginnen. We gaan eerst naar het eiland. Die weet ik tegenwoordig goed te vinden, die wolk daar, dat is het eiland. Kunnen we het al zien? Ja, daar hebben we het eiland. Ik denk dat er meerdere eilanden zijn hier, ik denk dat die daar ongeveer ligt. Ik moet gewoon kijken naar zo'n dikke wolk, en zo kan ik een eiland vinden blijkbaar. Ja, anders zie je die eilanden gewoon in de verte al. Ik heb dus wel geteleporteerde inktvis gezien, aan de andere kant van het eiland. Toen ik terug naar beneden zwom eigenlijk, om het eiland te verlaten. Dit is trouwens het eiland waar het de sunbeam is ontploft. Dat was mijn reddingskans, maar die is verloren gegaan. Oké, hoe lang zie ik, kunnen we het eiland betreden. Ah, hier hebben we het. Dit is dus een. Ja, dit is de alien. Ja, buitenaards. Oké, kubus. Wat gebeurt er nu? Fuck, is dat een portal? Ja, het is buitenaards, alles is mogelijk. Misschien was het niet het slimste idee. Wat is er gebeurd eigenlijk? Tja, ik weet niet wat de fuck er is gebeurd. Maar ik kom er gewoon. Ja, dat was eigenlijk de reden dat ik terug naar het eiland wou. Nutteloos precies. Ik ga even mijn pil om. Dus ja, we zullen dat maar doen en dan als laatste gaan we naar het schip. All systems online. Maar als eerste die kant op. Oh shit.
daar heb ik nog zin in. Ik weet niet, ik weet ook niet hoe rap dat die dingen aanvallen. Jongen, dat zit hier vol met die beesten. Shit, shit, hij heeft ons gezien. Jij droom. Niet doodgaan, jongen. Simon is sterk, man. Toch? Ik heb even die lege bekrijgen. Hé, dan gaan we nu maar op naar het schip voordat we weer doodgaan. Ja. Oh man, is het er ook al van die beesten. Oh, oh ja, ik ga onderweg verband. Ik heb een mes, kom maar af. Is hij nog niet dood? Oh, die energie gaat wel rap op. Hij rap naar binnen. Blussen! Ja. Maar rap jongen, moet lucht hebben. Branden. Zie je ook wat voor dingen dat je moet hebben voor die missies, hè? Oh, het exopak! Oh, dat is het exopak. Die wil ik hebben. Hij is half kapot, maar ja, ik moet hem natuurlijk wel maken helemaal. Ik denk zelfs dat we hier een upgrade voor Simon gaan vinden. Maar ik kom er altijd zo laat achter, hè, wat ik allemaal moet doen. Ik wist niet eens dat ik ooit eens een keer naar de... Het schip moest gaan. Ik dacht dat hij ontplofte, ja, einde verhaal. Nog een losser. Ja, dat lassen we even. Ja, ik kan hem scannen. Zal ik de exopak nu kunnen maken met de. Met dat droogdoek. Allee, ik moet nog twee dingen scannen. Een bed. Oh, dan kan ik ook een bed maken in mijn Cyclops. Alleen, ik vrees uit dat er geen bed meer past. Ja, een bank. Kom maar, waar is die bal? Ik ga het niet halen. Ja. Kom hier. Ja. Ja. Zeg niet dat ik iets kwijt ben. Hopelijk is het exopak er nog. Ja, die is er nog. Maar wat is dit dan? Dat is een ander exopak. Oké, mensen. Dan zullen we daar nog werk van maken, deze video. Ik ga sowieso nog eens terug naar het schip. Dan heb ik al die 7 niet nodig. Ik zal maar een koekje vetten. Hier leven die slapers. Die slapers die buiten altijd in zo'n stuk met al lang op de boom ligt en daar ontbreekt het allemaal. Maar ja, dat vulkanisch weer hier ligt wel nog veel. Heel zeer. Die zilver.
Die zijn hem continu zo vast, maar dat breekt niks af. Oh, die gaan niet breken. Ja, daar ligt het in. Ja, en twee blokken koffie. Nou, mensen, dat was de video is het nodig. We hebben ons duimen gedraaid. Ik ga ondertussen wat verder zoeken voor Aurozel, want dat ik in de volgende video de extra pak heb. En we naar die locatie kunnen gaan eigenlijk. Ik ga buiten de video ook nog eens naar het schip. Om eens te zien of daar nog iets bruikbaars te vinden is. En voor nu tot de volgende video en ciao. Later.